Zag ik nou dat jij kaarten bij je hebt? Ja, ik heb kaarten bij je. Nou, ik zou zeggen, het is radio, dus we moeten goed vertellen wat je aan het doen bent. En mensen kunnen kijken via de webcam? Ja, via radio1.nl kunnen mensen meekijken via de webcam. Maar de meeste mensen zitten gewoon naar de radio te luisteren. Dus we moeten zorgen dat die het ook even goed kunnen volgen. Inderdaad. Ik zou zeggen, doe maar iets en maak er een lekkere presentatie van dan. Tof. Ja, in de treinreis hierheen heb ik dit kaartspel gepakt en heb ik één kaart al omgedraaid. En dat is mijn voorspelling. En dan wil ik aan jou vragen om een kleur te noemen. Rood of zwart? Rood. Rood. Dan heb je dus harten en ruiten. Mm-hmm. Welke van die twee ga je kiezen? Harten. Harten. En dan voor welke kaart ga je? Ik ga voor kaart 6. Kaart 6. Harten 6. Ja. Weet je dat heel zeker? Je mag nog switchen. Je mag een compleet andere kaart noemen. Je mag mij nu gewoon pesten door een compleet andere kaart te noemen. Nee, ik wil harten 6. Je wilt de harten 6. Weet je dat heel zeker? Ja, absoluut. Pak de voorspelling erbij. En dat is ook heel mooi voor de webcam dan. Dan ga ik door het spel. Ja. En dan zie je dat één kaart is omgedraaid. Het is niet waar, hè? En het is... Het is niet waar, hè? De harte 6. Het is ongelofelijk. Hoe kan dat nou? Dan begrijp je dus helemaal niks. Ik zit er met mijn neus bovenop. Ik zie dat je niks met die kaart... Je hebt gewoon dat... Het zat in het doosje ook, die kaarten. Ja. Heb je gewoon neergelegd voordat je hier ging zitten. Ik zeg echt, at random... Ja, dan kunnen mensen zeggen... Ja, heeft zeker van tevoren tegen je gezegd dat je harte 6... Heb je niet gezegd. Nee. Sterker nog, ik wist niet eens wat ik moest gaan doen... met dat kaartspel dat je meegenomen had. Hoe kan dit? Ja, dat mag je niet zeggen. Wil je weten hoe het ging? Ja. Het ging goed. Ja.